Hallo serpentjes, ik ben Rico Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van Trivia Crack. Nadat ik de eerste twee afleveringen ongeslagen ben, willen mensen mij heel graag kapot zien gaan. Nu schijnt dat Lars van Vaco Games een gigantische kanjer is in Trivia Crack. Hij kijkt 10 documentaires per dag en is de kleinzoon, kleinzoon van een belangrijke kunstenaar. Dus waarschijnlijk ga ik helemaal kapot. Daar komt het ongeveer op neer. Dat is mijn missie voor vandaag, hè. En daarom, mijn missie is gewoon om jou kapot te maken. En daarom leek het me meer dan redelijk dat ik mag beginnen. Ja, op zich wel. Ja, we hebben eventjes zitten kijken hoe het al precies moest. Ik moest hem helemaal weer installeren en ik heb al mijn skills ben ik kwijt. Dus ja, je hebt heel lang niet meer gespeeld. Maar je, nee, was, level, je was level 9000, toch? Ja, zoiets meer dan 9000. Ik heb wel meteen een kroontje, dus het gaat goed. Waar groeien bananen? Onder de grond, aan struiken, aan bomen of in het water? Ik denk aan de bananenbomen. Dat is correct. Het schijnt zo te zijn, ja. Heb ik ook ooit wel eens gezien. Ik heb nog nooit bananenbomen gezien. En sommige dingen waarvan je denkt dat ze aan bomen groeien. Voor mij ananassen, die groeien eigenlijk aan een soort meer... Niet bomen, maar misschien lul ik maar weer wat, hoor. Dat weet je niet. Hoe ontstaan gaten in de kaas? Oei, 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 oei. Muizen, virus, gatenmal of bacteriën? Ik weet dat het CO2-bubbeltjes zijn die vormen. En ja, bacteriën lijken dan de beste manier om het te doen. Als dat is wel handig, toch? Als we alleen maar wetenschap gooien, heb ik nog een kans. Is dat je tactiek voor vandaag? Alles op wetenschap. Meteen tweede kroontje. Doe maar in pop dan. Ik zie jouw hele ding trouwens niet, hoor, Rick. Ja, dat klopt. Je ziet mijn game niet. Dat is allemaal spannend. Oh, welk dier zit in het logo van Spider-Man? Oei. Nou, wat zijn dit voor vragen, jongen? Ik denk een spin. Krijg jij alleen maar makkelijk... Waarom krijg jij alleen maar de makkelijke vragen? Misschien is het makkelijk level 2, Ben. Oh, daar passen ze die bol aan. Een kroontje. Doe maar kunst. Welk van deze stromingen is bedacht om aan de sombere realiteit te ontsnappen? Is dat renaissance, modernisme, romantiek of imperialisme? Oei. Ik ga dan voor modernisme. Dat is romantiek. Ai, 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 ai. Dat doet pijn. Ik heb gewoon niet zoveel verstand van de romantiek blijkbaar de afgelopen tijd. Nee. Dat gaat helemaal kapot gewoon. De beurt is aan jou, Lars. Oh, daar komt ie. Nieuw speel Serpent Gameplay is een spel. Daar komt ie, hoor. Oké, spin. Ik hoop dat meteen iets moeilijks. Iets over voetbal of zo. Ja, niet zo erg. Ah, en een kroontje. Hey. Meteen ermee te beginnen. Weet je wat ik doe? Ik ga meteen mijn kutste ding wegdoen. En dat is? Ik heb namelijk echt geen verstand van die popcorn. Wat was het ook alweer? Entertainment. Daar heb ik echt geen verstand van. Je kijkt alleen maar YouTube natuurlijk. Naar mijn... Hier, de haanbal. Welk liedje is niet van Taylor Swift? Oei. Ja, ik weet... Shake It Off, Drops of Jupiter, Our Song of Tied Together with a Smile. Ik ken één van deze vier nummers. Ik heb het gegokt. Hey. Shit, man. Ja, kijk, daar moet je dus van hebben. Zelfs als je mij drie mensen op reis zou zeggen, ik zou niet even weten hoe Taylor Swift eruit ziet. Wauw, dat is wel heel hardcore. Nee, welk nummer is niet van Taylor Swift dan? Ik weet niet meer, ik ben het vergeten. Leerzaam ja, potje trivia, crack. Oh, zo leren we nog wel eens wat. Wie was een beroemde ijsdanseres? Michelle Kwan, Gabrielle Douglas, Serena Williams of Venus Williams? Voor mij Elsa van Frozen. Ja, voor mij, ik denk Douglas. Ah! Nou! Ijsdanseressen, dat is wel een moeilijke vraag. Ik denk dat ik verstand van heb. Geef mij vragen over Minecraft of zo, daar heb ik tenminste verstand van. Ik dacht dat jij alles wist over ijsdansen, Lars. Ja, kom op zeg, zie je mij al ijsdansen? Je moet even verder klikken, dan komt de beurt weer bij mij, als het goed is. Jouw zet, oké. Okay. Als het goed is, komt hij daar weer bij jou uit. Lo. Nou, tot nu toe is het nog spannend in ieder geval. Ja, 1-2, 1-0. Dat weet ik toch maar niet van mijn Ik heb de beurt, jongens. Het heeft even geduurd. Programma opnieuw opgestart. Trouwens, best wel veel mensen zijn weer Trivia Crack aan het spelen door mijn video's ervan. Dat vind ik wel schattig. Ik ben gewoon een influencer, Rick. Social influencer. Boom, social kroontje. Kunst, gewoon nog een keer. Voor welk instrument componeerde Bach zijn muziek meestal? Als het goed is, de piano. Of het orgel. Want dat is wel orgelig. Ik ga toch. Risky click. Orgel. Ah, oh, het is goed. Het was goed? Ja, het was niet piano. Ik had toch wel voor de piano gekozen? Ja, ik dacht, ik ga voor de risky click. Ik ga gewoon tegen mijn intuïtie in. Ik had laatst ook, waar komt de hamburger vandaan? Ik denk, ja, Amerika. Nee, Duitsland. Oh, Hamburg. Hamburg, precies. Yes. Waar werd mee geschilderd in de steentijd? Kwast, dierenhuid, vingers of naalden? Nou. Ik zou dan in principe naalden werken nog best wel goed. Beter dan je vinger. Ik heb maar hele kleine schilderijtjes gemaakt. Ja, het is vinger. Maar naalden zijn wel specifiek. Hele dikke naalden dan misschien. Ja, op, maar het staat trouwens 1-3. Holy shit, je gaat echt hard. Spin. Ik ben super gaande.
Wat heb je voor moois? Het groene dingetje. Wetenschap. Come on. Welke tak is thermodynamica? Fysica, chemie, bouwkunde of kinetica? Hey, ik had daar net een tentamen van. Volgens mij is dat fysica. Yay, goed. Het is fysica. Waarom heb ik dit vak? Fucking studie. Het is een kutvak. Ik wil geen thermodynamica hebben. Dat is de volgende vraag. Go, spin. Draai. Draai nog een keertje door. Oh, weer groen. Lekker. Weer L. Wat kan een jachtluipaard niet? Bomen klimmen, klauwen intrekken, spinnen of zwemmen? Dat is moeilijk. Ik denk dat hij zijn klauwen niet in kan trekken. Ja, hier, goed. Het zou wel cool zijn als het wel kon, als een soort Wolverine. Zo'n shang, go for it. Shang, tong, tang, dong. Dan klimt hij de boom. Wel fijn dat je nu weet dat je niet in het water of in een boom moet gaan klimmen, want dat kunnen ze. Als je sowieso met zo'n beest in contact komt, ren. Of juist niet. Dat kan ook niet, want ze zijn supersnel. Oh, welke voetballer maakte de 1000ste goal in de geschiedenis van de Wereldcup? Oh, dit weet je, Lars. Kom op. Mario Kempes, Rob Rensenbrink, Romario of Paolo Maldini? Romario. Rob Rensenbrink? Rob Rensenbrink. Je hebt een tweede kans gewonnen. Ja, domme Rob. Nee, je hebt helemaal niks gewonnen, Lars. Ik geef gewoon op. Jij bent... Beter. Oké. Okay. Het is 1-3, man. Goed, dus komt de beurt nu weer bij mij, anders moet ik weer de hele app opnieuw opstarten. Dat zou wel verschrikkelijk wezen. Fucking trivia crack. Ja, ga ik ondertussen eventjes op Twitter, mag wel, hè? Ja, joh, doe het leuk. Ja, even iets doen in de tussentijd, ik ga niet op Twitter zitten wachten. Oké, Lars, ik ben weer terug. Oh, je bent alweer. Dat ging vlot. Doe maar wel, een leuke vraag in entertainment. Wauw. Ja, dat kan jij goed. Wie is bij Harry Potter het schoolhoofd? Nou, het grootste deel van de tijd Albus Perkamentus. En Hagrid staat er 2 keer in. Nou, vooruit maar. What? Albus Perkamentus. Waarom kijk je... Jij hebt verstand van Harry Potter. Nee, man. Wat is Harry Potter? Nooit van gehoord. Ik heb wel Perkamentus' staf hier liggen. Ik heb de Elder Wand. Heb ik gewoon. Een replica. Ja, man. Heb je gekocht? Van een kijker gehad. Die dingen zijn veel te duur. Ik toen die zelf kopen. Ja, kijk, is awesome. Wat is dynamiet? Een wapen? Een drug? Een explosief? Of een mens? Ja, je kan het als wapen gebruiken. Ik zou het sowieso injecteren in mijn aderen. Tuurlijk, rechtstreeks, naald erin, hop. Rechtstreeks in mijn dikke aderen pompen. Yep. Oeh, wetenschap. Dat is fijn. Hoe noem je een groep bizons? Oei. Een groep, een kudde, heeft geen speciale naam of een wissel? Wissel is heel raar, dat is wel weer whisky klik. Ik ga voor wissel. Of kudde. Kudde klinkt zo logisch. Kudde. Katsoi. Dat is toch wel kudde. Oké. Kroontje nummer 4. Kom maar. Ik heb een probleem, Rick. Wat heb je gedaan? Ik zat met een tube secondenlijm te spelen en nou is mijn secondenlijm open aan de onderkant en nou zitten mijn vingers onder de secondenlijm. Nou, weet je, als jij daar even lekker mee bezig bent... Dat is niet handig, nou, momentje. Doe ik de vraag, wie ontdekte de Filipijnen? Mix Legazpi, Rui Villalobos, Verdi Magellan of Tope Columbus? Ik ken alleen Columbus. Dat is niet goed. Ja, ben er weer. Het is ook geen goede ontdekking hoor, de Filipijnen ontdekken. Je bent aan beurt, ik wist niet wie de Filipijnen ontdekte. Wie hebben het niet ontdekt dan? Ja, niet Columbus in ieder geval. Nee, Columbus, die gozer had helemaal geen verstand van zaken. Hij zat wel vaak in zijn boot, dus... Hij is lekker aan het varen de hele tijd. Nou, laat hem lekker, die gozer. Geschiedenis. Yeah. Hector, speel. Hector. Hoeveel is het Romeinse cijfer XXXV? 41, 35, 341 of 29? Ah, dat is 35 natuurlijk. Ja, dat is 35. Een beetje, dus mijn hele vinger zit onder de secondenlijm. Gadverdamme. Dat moet je niet doen, Lars. Ja, maar soms zit ik aan mijn muis vast. Dat is ook niet de bedoeling. Ja, als je maar aan het verkeerde antwoord vast zit. Ik wil een kroontje hebben. Oké, ik mag er zelf een beetje kiezen. Dat is fijn. Geef me de wereldbol maar. Ja? Speel. Ja, ik wil de wereldbol. Nou, je krijgt hem Waar niet. Ligt de plaats Gorinchem, ook wel bekend als Gorkum? Zuid-Holland, Zeeland, Frankrijk of Oostenrijk? Ja. Volgens mij ligt Gorinchem in Oostenrijk. Daar gaat de bus ook altijd heen. Maar het is natuurlijk in Zuid-Holland. Uiteraard Zuid-Holland. Gorinchem. Man, ik woon er vlakbij. Echt een lelijke naam voor een stad. Gorinchem. Gorinchem. We moeten een naam voor onze stad hebben. Gorinchem. Gorinchem. Maar oké, je hebt een kroontje. Je loopt weer in. Yes, ik heb nou geografie. Ik heb 2 keer de kroontjesvraag voor mijn 4e dingetje verpest. Wat is het Duitse woord voor schaatsen? Schetsen? Schutschluflaufen? Schussmaslaufen of schutzen? Ik denk schutzen. Schutschluflaufen. Wat? Het is niet schutzen.
Nee, Schützen. Ik wist wel dat Schützen geen schaatsen is, maar Duits, wat het wel betekent, weet ik niet meer. Is het niet gewoon sluiten? Nee, dat is slossen. Nee, okay. I don't know, man. Ik spreek geen Duits. Duits moet je altijd schreeuwen. Is de zet alweer bij mij? Want ik zie hem nog niet. Ja, absoluut. Jezus. Hun zet. Ronde 4. Van Serpent Game 2. Oh my god, ik mag... Dan moet het ding weer opnieuw opstarten. Dat is ook een leuk systeem, dit. Ja, werkt prima, joh. Ik vind het wel spannend. Het is wel een leuk ideetje zo, elke keer klik, klik, klik. Ja, joh, anders gaat het allemaal te makkelijk. En niet op een F5 drukken of zo, om de boel te verversen. Nee, dat kan niet echt. Oké, okay. Lars van Schaik, ronde 4. Ik had eigenlijk al gedacht dat je wel klaar was met spelen in ronde 4. Ja, maar dan moet ik geen vragen krijgen over Duitse schaatsers en Duits. Wat is het meest gebroken bot bij mensen? Oei, oei, oei. Oh, ik denk of de pols of de knie. Nou, Enzo Knol heeft zijn pols gebroken, dus ik ga voor pols. Ja, tuurlijk. Het is enkel, gadverdamme. Enkel? Wie breekt dit nou weer zijn enkel? Hoe doe je? Ja, als je misschien verkeerd op een stoepje gaat staan, dan is het natuurlijk al vrij snel. Ik heb nog nooit een bot gebroken, dus ik kan niet van ervaring spreken hier. Heb jij ooit een bot gebroken, Lars? Ja, mijn arm, mijn been, mijn schouderblad. Oh, jezus. Enkel. Hoe heb je dat gedaan? Sport? Nee, ik zat met mijn voet tussen de spaken van mijn moeder toen ik achter op de fiets zat. Oh, dat is niet de fijne manier om iets te breken. Hoeveel botten zitten er in je hand? 14, 27, 18 of 27? Oeh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Even tellen. 13, 14, zijn er niet zo heel veel. Ik 18. 27! Ja. Ja, dat zijn er best veel. Ik niet hoor, ik heb er maar veel minder. Ik heb veel minder botten. Ja, ik start ondertussen Pokemon de game Go, alweer opnieuw op. Yay! Waarom krijg ik eigenlijk een keer Pokémon Go reclame? Ga weg Pokémon Go. Hey, ik snap ook niet dat die reclames werken. Of je bent fan van Pokémon Go, of je denkt, fuck Pokémon. Dus ja, echt dat de reclame fuck. Denkt van, oh nu speel ik het meteen. Ik hoef die shizzle niet, weet je wel. Nee, snap ik. Wetenschap. Wetenschap. Welke vorm kanker komt het meest, komt bij mannen het meest voor? Voor mij is dat prostaat. Nou, voor mij is dat, ja, prostaatkanker komt wel vaak voor. Dat is niet zo mooi. Ja. Niet zo gezellig, nee. Nee. Niet bepaald, nee. Hé, een kroontje. Kan ik eigenlijk die 4-2 pakken? Maar natuurlijk. Tuurlijk kan jij dat. Oké, maar in welke categorie? Ik ga toch denk ik voor kunst. Of historie. Kunstzinnig. Waarvoor ging Michiel de Ruiter waardoor ging Michiel de Ruiter dood? Ja, ik heb de film niet gezien. Hij pleegde zelfmoord. Een kanonskogel die zijn hoofd raakte. Dat is wel episch. Hij werd vermoord door zijn vrouw. Een kanonskogel die zijn beide been raakte. Been. Dat is makkelijker raken dan je hoofd. Ja, tuurlijk. Een headshot met een kanonskogel is wel echt een epische manier dat om te sterven. Dat ben wel baas hoor trouwens. Dat kan je mooi op je kist zetten. Er was een verhaal van een man die... Tijdens de Wereldoorlog dat zeggen met van die musketten schoten, of met een oorlog. En die zei van, ja, ze kunnen nog geen olifant raken van hier. En op dat moment werd hij door zijn kop geschoten. Dat waren zijn laatste woorden. Toenk. En hey, nog een kroontje, dat is fijn. Geografie. Waar staat de Erasmusbrug? Oh nee. Oh nee. Oh nee. Amsterdam. Hij staat sowieso of Rotterdam of Groningen. Rotterdam, toch? Toch? Ja. Oké, gelukkig. Het was al een goed gevoel, maar weet je, Groningen hebben ze ook gewoon shit te doen. Ja, nee, ze hebben een hoge toren in Groningen. Is er niet ook een Erasmus Universiteit of zo ergens? Ik weet niet waar ik daar op geklikt heb, maar ik heb wel een heel groot trivia crack in beeld staan. Wat zijn bitcoins? Een alternatief betaalmiddel / cryptocurrency. Hey Lars, ik moet nog één kroontje, hè? Nee, ik moet heel trivia crack ga je nou officieel gewoon verliezen? Ja, ik denk het wel. Als jij zo doorgaat wel, vrolijke vriend. Nou, we gingen 3 rondes doen, volgens mij. Dus ik heb nog wel een kans. Ik wil niet verliezen, ik heb hem iets hoog te houden. Entertainmentvraag die ik weet. Welke acteur speelde Gatsby in de film The Great Gatsby? Dat is Leonardo DiCaprio. Film niet gezien, maar ik weet dat hij hem gespeeld heeft. Er is een theorie die alle Leonardo DiCaprio-rollen met elkaar verbindt. Dat het eigenlijk één groot verhaal is. Dat zou wel heel mooi zijn. Dat hij, en als dat zo is. Dat hij eerst niet zoveel geld had en toen ging hij met de Titanic mee. En toen werd hij weer Great Gatsby en toen werd hij Wolf of Wall Street. Dat is heel raar. Oh. Welke kleuren heeft de Nederlandse vlag? Nou, hou op hoor. Rood, wit en blauw schijnen dat te zijn. Nee. En dan mag ik nu spelen voor mijn laatste kroontje in sport. Komt-ie. Hoe wordt voetbal in Amerika genoemd? Nee. Oei, oei, oei. Is het dan... Goed, ik twijfel nu oprecht tussen soccer en voetbal. Is soccer niet... Het is wel gewoon soccer, toch? Of is het Brits? Voet. Het is wel gewoon soccer. Ha! Ik heb gewonnen! Heb je gewonnen? Ik heb gewonnen! Nee! Je verloor! Nee! Helaas, we nog een potje. Ja, tuurlijk. Speel. Hoppakee. Nou mag ik beginnen, hoor. Laat je niet over je heen lopen, natuurlijk. Dit kan niet gebeuren. Even of ze even op willen bokken met vragen over kunstschaatsers, please.
Speel. Okay. Dubbele kans. Oeh, dat is leuk. Met welke voetballer is Willeke Alberti getrouwd geweest? Geen idee. Danny Blind, John van het Schip, Søren Lurby of Rob de Wit? Nou? Geen idee. John van het Schip. Søren Lurby. Ik weet niks over fucking Willeke Alberti, oké? Had je het niet goed, dus? Nee, geef mij vragen over de Nederlandse vlag of zo. Rood, wit, blauw was erg uitdagend. En dan kreeg ik Willeke Alberti. Zie ik uit of ik Willeke Alberti interessant vind? De leukste trivia crackvraag die ik ooit kreeg was... Hoe heet het poppetje van geschiedenis? Oh my god. Dat zie je de hele tijd. En dan denk je van, ah, oh, kut, wat was het ook alweer? Ah, niet leuk. Oké, ik ga het doen. We beginnen met een goede pot sport. Hoe noem je de bal bij tennis die... Hoe noem je een bal bij tennis die over je heen gaat? Een lob, een hoog balletje, een topspin of een slice? Dan denk ik aan lob. Een loppie. Een loppie. Dat heb je in voetbal ook, toch? Dan zo... Hoppa. En dan denken ze van, ah, waar is de bal? En dan ligt je achter. Oh, helemaal kapot gemaakt. Ik heb op tennis gezeten, zelfs. Dat zou je niet zeggen van mij, maar ik heb op sporten gezeten. En toen kon je ook heel goed loppen. Hey, waardoor stierven de meeste soldaten uit Napoleons leger? Oorlogshandelingen, aanvallen op het basiskamp, ziektes of zelfmoord? Nou, ik weet dat ze heel veel kou hadden. Dus ik gok ziektes, maar aanvallen op basiskamp zijn ook best logisch. Het is toch op oorlog en zo? Het zijn soldaten, hè? Dat is toch ziektes? Gewoon echt door de kou. Maar ik dacht misschien, ja, ach, kak. Ja, maar die sukkel die was ook zo dom om Rusland in te wandelen zonder... Ja, zonder warmte, jas. Shit. Jas is wel heel slim natuurlijk. Dus ik ga naar Rusland en ik neem mee jas. Dat is wel heel handig. Zeker als je met je leger die kant op banjert. Nee, iedereen precies. Doet het fout. Kunst. Dit is je slechtste categorie. Oh, nee, Lars. Ik dacht dat je zo kunstig was. Je was de kleinzoon van een kunstenaar. Wat is een synoniem voor nukkig? Achterdochtig, verscheurd, bekwaam of prikkelbaar? Oeh, ik heb nog nooit van het woord nukkig gehoord. Teach me. Prikkelbaar, natuurlijk. Tuurlijk, nukkig. Als jij een beetje nukkig bent. Nou, ik ga nukkig erin houden, denk ik. Dat is een mooi woord. Een mooi woord. Moeilijke woorden gebruiken. We moeten vasthouden aan onze mooie taal, dames en heren. Science! Wanneer is er sprake van supplementaire hoeken? Wanneer de som van de hoeken 360 graden is als de hoeken hetzelfde zijn? Supplementair 360. Ah! Wat was het? Samen 180? Als het 180 graden is. En nou ga ik naar T-Mobile in één keer. Ik wil niet naar fucking T-Mobile. Maar T-Mobile betaalt daar gewoon geld voor, Lars. Gun ze dit. Wow. €43 per maand voor een abonnement. Dat is op zich best wel goed. Heb je dan wel telefoon erbij, ga ik vanuit? Ja, die krijg je wel bij. Maar staat er ook een trivia crack op dan? Nou, die zou er zelf nog op moeten installeren. Jij bent... Ronde 2. Boom. Niemand heeft nog een poppetje. Gaat lekker, Lars. We zijn goed bezig, jongen. We zijn heerlijk bezig. Kunst. Nice. Welk schilderij is door Vincent van Gogh geschilderd? Hey, deze had ik laatst ook. Oh nee, niet. Dat was anders. Dus ja, de Sterrennacht. Die is van Vincent van Gogh. Toch eventjes Retribution naar de vorige keer, waar ik niet wist welke schilderij door Da Vinci geschilderd was. Welke was het ook alweer? Laatste afmaal. Godsamme zeg, gigantische schilderij, man. Dat is een mooie schilderij, hè. Hoe noem je de zus van de moeder van je vader? Oh nee, de moeder van je vader, daar de zus van, is gewoon je... Oh, de zus van de moeder van je vader. Oud-tante. Oké. Was dat je oud-tante? Ja, dat is, blijkbaar is dat het wel. Een astronomical unit, AU, is de afstand tussen... Oei! Aarde en de maan, zon en de aarde, de zon en Pluto, de zon en Mercurius. Oeh. Zoveel dingen met de zon, het zal wel zon en aarde zijn. Ik heb er toevallig laatst over gelezen. Ik had een discussie met een vriend, hoe lang het nou duurde voordat zonlicht op aarde kwam. Hij zei 6 minuten, ik zei 8 minuten. Het was 8 minuten. I win. Win, Rick! En dat is dan weer precies weer 1 cosmological unit, natuurlijk. History, slechtste categorie. Wie was de eerste communistische leider van de USSR? Oeh, nou, Lenin was de eerste communistische googie-googie. Alleen, was het toen al USSR? I don't know, man. Toch wel, het was Lenin. Toch Lenin? Ik wou nog een keer naar zijn gebalsemde lichaam op het Rode Plein. Daar kun je in, toch? Ja, daar kun je in. Ze hebben letterlijk zijn lichaam van... nog helemaal bewaard. Helemaal gewoon prima goed te doen. Kun je lekker naar kijken en zo. Geen foto's maken met slits waarschijnlijk. Waarvan is wodka gemaakt? Druiven, appels, aardbei of aardappels? Dat is van aardappels gemaakt. Zou jij moeten weten. Ja? Misschien wel een leuke video voor mijn scheikundekanaal. Gewoon wodka maken uit aardappelen. Gewoon wodka zuipen hele video. Kijk hoe dronken het kan worden. History, oké dan. Wat was een veel voorkomende strafmethode voor matrozen op een VOC-schip?
De loopplank, zweepslagen, kielhalen of billenkoek. Billenkoek. En kijk, het ding is een beetje... Doodmaken is niet zo handig, dus ik gok zweepslagen. Toch kielhalen gaan. Dus als ze dood zijn, heb je niks meer aan die gasten. Nee, dat is niet heel erg handig. Kun je ze beter gewoon helemaal kapot slaan, dan werken zeker ze nog midden voor op zee. Je. Waar ga je midden op zee nieuwe matrozen vandaan halen, Rick? Ja, precies. Ik ben het hier niet mee eens. Dat klopt niet. Ga insturen, Rick. Het was misschien waar. Alhoewel, soms twijfel ik bij Trivia Kerk ook wel of de antwoorden waar zijn. Hoor. Of het iemand meer gewoon... Christopher denkt, Lee stond bekend in zijn optredens in welke filmtrilogie? Hey. The Lord of the Rings. Alle genoemde. Oh, flauw. Die had ik niet gelezen. Ik zag Lord of the Rings. Oh, zo stom. Herkenbaar. Gewoon, oh, ik weet deze. Boom. Te veel zelfvertrouwen. Oh, die heb ik niet gezien. Ah, zuur. Wel zuur. Oh, ik moet ondertussen mijn trivia kijk opnieuw opstarten. Auw. Waarom start je hem niet gewoon ondertussen opnieuw op als ik mijn ene ja, vraag... Ja, dan hoor je net aan het muziekje. Het is echt heel hard zo. Ta, 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 ta. Heel blij. Ik had zoveel gedacht dat ik hier echt keihard in zou gaan ownen, Rick. Maar dat is best wel zuur. Ja, ik denk dat voorheen ken je alle vragen gewoon uit je hoofd op een gegeven moment. Daarom was je zo goed. Maar je komt ook steeds op kunst uit. Dat is helemaal niet leuk. Kunst is niet leuk, nee. Sport. Yes. Welke Amerikaanse tennisser won 14 Grand Slam toernooien? Jimmy Connors, Pete Sampras, John McEnroe of André Agassi? Ik ken ze allemaal niet. Kies er één. Eén van de vier is Agassi gekozen. Dat klonk erg Amerikaans. Was fout. Maar welke was het dan, die andere dude? De vierde. Ik weet niet eens of ik allemaal een Kompro of zo. Geen idee. Ja, hij was het, man. Hij was die goeie. Hij kon goed tennissen, jongen. Hij kon echt goed die bal zo slaan. Hij kon zo pats. En dan heel veel kreunen erbij. Amusement. Dom en half met amusement. Welke film is een eerbetoon aan Paul Walker? Need for Speed, Fast 5, Triple X of Fast and Furious 7? De laatste, toch? Ah, zie wel. Maar Need for Speed heeft leukere videogames. Ja, maar dit heb ik vroeger heel vaak gespeeld. Maar Need for Speed Underground. Oh ja, ik ben de afgelopen dagen bij Need for Speed Most Wanted aan het streamen. Goeie shit. Dat is echt lijpe shit, inderdaad. Ik ben alleen heel slecht. Ik neem bochten door gewoon keihard tegen de reling aan te beuken. Hij is geen coach van Feyenoord geweest. Henk Fraser, Patrick Marwijk, Leo Beenhakker of Ernst Happel? Eén van Ernst... Eerst... Fraser. Yes! Oh, die ja, had ik goed? Echt niet fout mogen hebben. Ja, ja. Ben je een Feyenoord-fan? Ja, maar die... ik heb een edelsteen. Wow, man. Wow, awesome. Man. Geef mij die edelsteen. Mogen er eentje kiezen. Laten we voor geschiedenis gaan. Kom op. Ja, niet... Speel. Oké. Fair enough. Welk geloofsleer heeft Satyudhara Gautama opgericht? Islam, christendom, boeddhisme of jodendom? Nou. Boeddha. Dat was Boeddha. Ja. Waarom heeft Boeddha zelf niet gewoon zijn geloof opgericht dan? Je hebt level 83 gehaald. Yay! Gefeliciteerd, Lars. Dank u. Live op de camera bij Serpent Gameplay. Duidelijk superieur in Trivia Kerk. Nou, perk het. Fucking no life. Hey, weer geschiedenis. Juist. Speel. In welk jaar kwam de eerste BlackBerry op de markt? Oeh. 2006, 1999, 2010 of 2003? Blackberry. Ze liggen nog redelijk ver uit elkaar. 2006. 1999? Ja, ik dacht dat. Dat is sowieso een instinkertje. Voor mij werden ze toen heel populair, maar daarvoor bestonden wel BlackBerry's. Ja, kom op, man. 1999. Het was een tijdje een telefoon voor rijke zakenmannen. Die hadden allemaal BlackBerry's. Toen was de elektriciteit nog niet eens uitgevonden, man. Helemaal niks mis mee. Ik heb ondertussen wel gewoon de vrijheid genomen. Zodra je iets fout hebt, trivia krijg ik opnieuw op te starten. Ah, heel verstandig, heel verstandig. We lopen 1-1. Het wordt wel spannend in ieder geval. Hou ik al van. Ik ga ze lekker zo door zo. Nou, ik heb wetenschap, dus dat wordt sowieso een kroontje nu. Die gaan we even goed pakken deze. Wat krijg je wanneer je de omtrek van een cirkel deelt door de doorsnede van diezelfde cirkel? Fibonacci, wow. Pi, dozijn of gros? Oké. Omtrek van een cirkel deelt door de doorsnede van diezelfde cirkel. Het zal wel pi zijn dan. Fibonacci is wel iets met cirkeltjes en coole shit. En die andere dingen slaan me nergens op. Fibonacci? Dat hebben we niks met cirkels te maken, man. Fibonacci-reeks, jawel. Met cirkeltjes in vierkantjes en gare shit. Vierkantjes? Ja, man. Hoeveel wiskundeboeken hebben Fibonacci-reeks op de voorkant? Ik ga voor entertainment. Dat is toch 1, 1, 2, 3, 5, 8, oeh. Nog wat? Oeh. Welke band was Phil Collins lid voor hij solo ging? The Police, oh, dat weet jij. Toto, okay. Genesis of Wham? Sowieso niet Wham of The Police. Wham. Ik ga voor Genesis, want dat klinkt nog een beetje... Ik probeer cool te doen. Hey, dat is goed. Nee, goed bezig. Ik ken Phil Collins alleen van zijn Tarzan muziek natuurlijk. Als die is wel awesome beat trouwens, hoor. Ja, ben je fan van Philly? Nou ja, van dat liedje van... hoe heet het ook alweer? In Tarzan, die was best wel awesome. Ja, die Tarzan muziek is vet. Ja, die is awesome. Uit welk land komt de tennister
Sania Mirza. Burma, Pakistan, India of Bhutan. Ik denk India. Kun je goed tennissen, joh. Hey, boom, goed. Hey, lekker bezig. Gok of gok van de dag. Ja, dat kan je goed, jongen. Ja, ik bedoel, al die andere landen, die mensen hebben niet eens armen door al die landmijnen. Dan kun je niet tennissen. Ja. Waar ligt Uruguay? Oh nee, dit is het punt waar alles in mijn leven kapot gaat. Is het Zuid-Amerika, Azië, Afrika of Europa? Nou, het is sowieso niet Europa. Daar wordt het uitdagend. Naast België ergens in de buurt. Ik twijfel zo erg tussen alles. Het is wel Zuid-Amerika, gelukkig. Dit zijn de punten waar heel veel kijkers die hebben dit recent geleerd. En die vinden hem allemaal een sukkel. Terwijl het is gewoon oké om dit niet te weten, oké? Je komt er waarschijnlijk toch nooit in je leven, Rick. Ik kom er waarschijnlijk toch nooit, precies. Wat ga je dat dan ook doen? Welke stad ligt in Wallonië? Oh nee. Oh, dan worden alle Belgen boos op je. Oh nee. Als je dit niet weet, dan is allemaal boos op je. Ik ben heel vaak in de Ardennen. Dat is ook het, zeg maar. Dus het zal wel Luik zijn. Liège. Ik weet wel gewoon de Franse naam ook van Luik. Liège. Liège. Boom. Hé, nog een kroontje. Boom. Nummertje 3. Gaan we dan. Doe maar in kunst. Leonardo da Vinci, we kennen hem allemaal, maar wat heeft hij nooit ontworpen slash getekend? Een tijdmachine, een televisie, de perfecte mens of een vliegtuig? Nou, perfecte mens en vliegtuig vallen af. Een tijdmachine vind ik wel heel ver gezocht. Ja. Oh shit, het is een televisie. Heeft hij nooit Hij heeft een tijdmachine ontworpen. Waarom hebben we dit ding niet gebouwd? Die man was geniaal. Jonge loes, hij had dat ding gebouwd, man. Hij werkte ook gewoon. Dat is hoe hij aan die andere ideeën kwam. Hij had gewoon een werkende tijdmachine. Geografie. Dat is wel een pijnlijke fout, want dat was mijn kroontjesvraag. Man. Sundergaste is een winkelstraat van welke Duitse stad? Kap met die Duitsers! Keulen, Hamburg, Frankfurt of München? Ik heb geen idee. Hamburg. Keulen. Fuck deze shit. Gast, waarom krijg ik je bent er geweest. Duitsland? Ik ben letterlijk Gamescom ligt af mij aan die straat ergens in de buurt. Ja, maar Rick, zie ik eruit als een Duitser. Heb nee, ik blond haar, Rick. Je ziet er niet uit als een Duitser, maar ik heb in Keulen heb ik meerdere keren dat woord horen vallen. Je had dat even gezegd. Ja, maar dan win ik niet. Dat is een beetje een probleem. Dan sta ik voor lul, Rick, voor al je kijkers. Dat is waar. Ik was net al heel erg aan het twijfelen waar Uruguay ligt, dus dat hoort er een beetje bij. Waar spreekt men Esperanto? België. Luxemburg, Vaticaanstad of Noorwegen? Of geen van deze antwoorden is juist. Oh, ik dacht ja, dan gok ik maar op Vaticaanstad, maar dat is gewoon geen van alle antwoorden. Esperanto. Ze spreken daar gewoon Italiaans, nee, toch? In het Vaticaan. Ah ja, Vaticaans spreken ze alles. En Latijn? Volgens mij is het de enige plek waar Latijn nog een beetje relevantie heeft in het Vaticaan. Kruidje! Yay! Welke willen we hebben? Ik wil die. Geef mij die. Speel, please. Moeilijke vraag. Ja, Noord-Afrika aan de Middellandse Zee, Oost-Afrika of Noord-Europa? Eritrea ligt naast Zweden, toch? Ik heb geen idee. Moet je mij vragen. Ga door, volgende. Shit, hij weet het ook gewoon. Ja, deze hond. Dit soort dingen weet ik nou wel. Maar als ze nou gewoon geen vragen over Duitsland stellen. Duitsland is een prima land. Power. Nee, ik wil geen power. Wat is de draagtijd van een paard of een pony? 10 maanden, 11 maanden, 12 maanden of 9 maanden? Ze liggen ook super dicht bij elkaar. Een dik jaar. 11 maanden, rot op. Pony. Lars, je kennis over paarden is duidelijk niet goed genoeg. Kom op, dan worden alle paardenmeisjes. Heb jij paardenmeisjes als kijkers, Rick? Nee, die heb ik allemaal weggejaagd. Dag 1, toen ik mijn kanaal heb gesticht, heb ik gezegd geen paardenmeisjes. Doe een duimpje omhoog. En toen, ik heb geen paard, hoe moet ik dat nou weten? Neem een paard. Dat is goed voor je. Ja, ik wil geen paard. Dat past helemaal niet op mijn bureau. Wie is een schilder? Harry Mulisch, Claude Monet, Cristiano Ronaldo of Ulrich van Bema? Ik zit in twijfel of Monet nou een schilder is. Hij is sowieso iets met kunst. Ik ga voor Monet. Ja, toch? Volgens mij heb ik wel eens wat van hem zien hangen in Tate Modern, maar daar ben ik niet zeker. Wat maakt Monet ook alweer? Weet je dat, Lars? Toevallig? Monet? Die mag schilderijen. En wat voor? Met verf. Surrealistisch of... Weet ik wat voor schilderijen die vent maakt. Wat zijn de grootste watervallen van Europa? Waterval van Schaffhausen, Zwitserland. Niagara watervallen, Noord-Amerika. Vinuflossen, Noorwegen of de Gavarnie water van Frankrijk. Noorwegen heeft de meeste watervallen. Of Oostenrijk. Nou, kut. Het is in Zwitserland. Kuk. Oh. Ze hebben daar wel veel hydraulische energie. Dus ja, dat snap ik dan weer wel. Gaan we een foto maken. Spin! Let's go. Ik moet in ieder geval één van deze games kunnen winnen, hoor. Van je Rick, kom op. Ja, nee, precies. Ben ik echt zielig. Ik heb in ieder geval een klein beetje hier gepakt. Hoeveel zijden heeft een enneagram? Een wat gram? 11, 13, 21 of 9. Een enneagram.
Denk 21. Geen idee wat dat is. 9. What the fuck is een enneagram? Ik ga het opzoeken. Las je boos. Ja, ik wil weten wat het is voor mij. Ga die shit helemaal kapot googlen, jongens. Enneagram. Voor mij bestaat het niet eens. Gewoon eigen woord verzonnen. Enneagram. Oh shit, ik heb nog steeds de beurt niet van je. Heb je me wel doorgegeven? Oh nee, ga door. Ik was heel erg. Helemaal weer trivia, okay. Kijk opnieuw opstarten. Jij mag glas. Oh, kijk. Een enneagram. Dat is eigenlijk gewoon een soort van geavanceerd duivelteken. Oh, als in een pentagram, maar dan anders. Ja, maar dan met meer punten. Had dat dan gezegd? Ja, dat stond er niet. In welk land vond de slag in de Golf van Leyte plaats? Cuba, China, Japan, Filipijnen. Golf van Leyte. Japan. Filipijnen weer. Fucking Filipijnen. Mijn kennis over de Filipijnen is gewoon niet voldoende voor deze serie. Je moet gewoon een keertje naar de Filipijnen gaan. Ja. Dan ga je allemaal dingen uitzoeken. Is het leuk daar, denk je? Een krantje, yay! Is het leuk daar, Lars? Zo hard verdiend. Nou, ik weet niet of het leuk is, ik ben er nooit geweest. Wetenschap. Komt u maar. En je weet natuurlijk ook niks van de Filipijnen. Hysterectomie. Het onderzoeken van de baarmoeder, het verwijderen van de milt, het verwijderen van de baarmoeder of geen van allen. Hysterectomie. Hij gaat een foutje maken. Het verwijderen van de baarmoeder. Dus je Rick, geen hysteriectomie aangaat. Wie gaat zijn baarmoeder laten verwijderen? Maak je het goed? Nee. Oké. Okay. Tuurlijk niet, ik heb toch geen baarmoeder? Kom op, man. Als het goed is, niet nee. Het gaat wel fout. Ja, baarmoeder gaat fout. Ja, jongen. Hey, gaan nog steeds 2-2. Het gaat echt langzaam. Ja, dit schiet niet op deze manier. Maar als ze dit soort kutvragen blijven stellen, dan schiet het niet. Nee, het ligt niet aan de vragen. Het ligt gewoon aan ons. We zijn niet goed genoeg. Oh nee, welk nummer is niet van The Village People? YMCA, In the Navy, Disco Inferno of Macho Man? The Village People. Born to be Alive is niet van The Village People. Ik ga voor Disco Inferno. Die andere nummers ken ik allemaal. In the Navy. Leuke muziek, man. Ja, dat past even ik wist niet dat het van The Village van YMCA was, In the Navy en dat andere nummer. YMCA. Die ken ik wel. Wat is de grootste luchthaven van Europa? London Heathrow, Madrid Barajas, Frankfurt Airport of Amsterdam Airport Schiphol? Yo. Ik ben op London Heathrow geweest. Dat is niet zo heel groot. Ik denk in Madrid. Toch Heathrow? Nou, niet goed genoeg geweest dan. Nee, die sukkels van Heathrow, die hebben allemaal van die kleine vliegvelddingetjes aan om elkaar heen. Oh, maar dat telt allemaal als één groot ding. Ja, motherfuckers. Hier een terminal en daar een terminal. Ja, tussen de terminals zijn er weer. Fuck London Heathrow. Ik vlieg Daarom niet meer via Heathrow, hoor. Echt, ben ik klaar mee. Waar komt de voetbalclub Sparta vandaan? Rotterdam. Hey. Rotterdam, jongen. Ga door. Volgende. Lekker bezig, Lars. Ja, maar kijk, dit zijn vragen die ik snap. Dit zijn vragen die ik ken. Ja, maar dat is wel handig. Wat weet ik nou over baarmoeders? Kom op, man. Dat moet je toch ook Welk weten? Beroep heeft de hoofdpersoon in de serie Castle? Politicus, advocaat, de geest van de Schotse koning of schrijver? Sowieso de geest van de Schotse koning. Schrijver! Een schrijver woont niet in een fucking kasteel. Een Schotse koning wel. Ik was oprecht wel voor de geest gegaan, voor het goede antwoord van de dag. Maar... Ja, sowieso, maar deze keer niet. Ik hoop trouwens voor het volgende potje trivia krijg dat ik niet iedere keer de game moet opstarten als ik een vraag wil beantwoorden. Dat zien we dan wel weer. Oké. Okay. Historie. Welk land werd door Anschluss aan Duitsland gehecht? Oei. Anschluss. Polen was blitzkrieg. Daar hebben ze een stukje van gejat. Maar was Anschluss niet ook... Wacht, Sudetenland natuurlijk. Nee, het was Oostenrijk. Oostenrijk. Hey. Nou. Dat waren die Anschluss van die Lebensraum. In principe, als je echt goed nadenkt over Hitler, hij wilde gewoon meer woonruimte voor de Duitsers. Dat is best een goed idee, toch? Oh, jongens, het zitten mensen allemaal op elkaar. Dat is gewoon een mensen doodmaken en daar gaan wonen. De volgende steden loopt de 11 steden toch niet? Heerenveen, Vralinger, Eilst of Harlingen? Snake. Sowieso Snake. Fuck Snake. Heerenveen. Haha! Got it. Hij loopt niet door Heerenveen? Nee, blijkbaar niet. Dat is de enige plek die ik ken in Friesland samen met Snake, joh. En Leeuwarden. Ik wist niet eens dat IJssel bestond. Nou, hoeveel ijshockeyers staan er op het ijs per team? Oei. 7, 5, 6, 8. Waarom ook in die volgorde? Mooie volgorde. Het is gehusteld. Yes! Kom op. Je had hem goed. Extra. Nee, ik had een fout, man. Oh. Kom op. Ik kan helemaal niks ijshockey. Ik kan niet eens schaatsen. Nee, ja. Ijshockey zei ik gewoon schaatsen 2.0. Waarom laten we ons het beste Nederlandse schaatsen ook gewoon ijshockeyen? Ze zijn toch al snel. Dat is handig. Ik zou kijken.
Ik niet. Oh, nou, dat is jammer. Entertainment. Het is wel leuk trouwens, ijshockey. Dan gaan ze elkaar alles slaan. Waarvoor stonden de letters in de naam ABBA? Ja, sowieso hun namen. Alleen wat die namen zijn. Bert en Anton. Bjorn. Yes, ik ben gewoon afgegaan. Sommige namen stonden er 3 keer in. Voor dezelfde persoon. En dan 1 keer anders. En op die manier een beetje dingen weglopen strepen. Eliminatie. Eliminatie. Reacties. Kroon. Eliminaties, dat zijn de beste relaties. Eliminatiereacties zijn niet de beste reacties. Kunst, ga ervoor. Bij bladmuziek, wat geeft het bovenste getal van de tijdnotatie aan? Oh nee, beats per maat. Op welke tel de beat komt, hoeveel maat er in een muziekstuk zit, de tijdsduur van een muziekstuk in minuten. Beats per maat dan, denk ik. De meest relevante informatie op bladmuziek, denk ik. En de helft van die dingen staan er maar ergens op. Dat ook nog. Ik heb een kroontje trouwens. Het staat nu eindelijk 3-2. Netjes. Hoe heet de tweede dochter van het koningspaar? Oh nee. Je had eerst Amalia voor mij. Toch? Die was eerst. Amalia is de oudste. Dus dan zal het wel Alexia zijn? Ja. Alexia. Asexia. Wat is het kind nu? 11 of zo? Geen idee, maar dit klonk wel behoorlijk pervy. Asexia. We mag er niet met douchen, Rick. Hoe noemt men een gelijk spel in het schaken? Een remise. Ja, ja. Een mooi woord. Ik heb vroeger pokkenveel geschaakt tegen mijn vader. Want hij zei, als je van mijn win krijgt, €50. Dat was zijn motivatie, zodat ik veel met hem ging schaken. Goeie deal, dat hè? Dat is een betere deal. Dat zijn ik de betere was toen games. Echt 12 of zo, dus dat was gewoon een goede deal. Dat je wat mee moeten doen. Rijk maar kunnen worden. In welk land was het eerste reuzenrad gevestigd? Frankrijk, Engeland, VS of Japan? Oei, ik denk dan Engeland. Ja, is goed. Nice. Het zal wel niet de Big Ben zijn. Of ik bedoel de Big London Eye. Maar misschien nee, wel op die plek en toen weer vervangen. Historische shit. Rijtje. Gewoon meteen eerste reuzenrad, grootste reuzenrad van de wereld. Ik ga voor geschiedenis. Wie heeft het bedrijf Porsche opgericht? Enzo Ferrari, Enzo Porsche, George Porsche of Ferdinand Porsche? Nou, Enzo Ferrari is sowieso een persoon. Dus Enzo Porsche valt dan ook alweer af. Ferdinand Porsche klinkt al logisch. Maar George Porsche zou ook best kunnen. YOLO! Ik ging voor George Porsche, het was Ferdinand Porsche. Shit, man. Aww. Feels bad. Cry every time. Ga niet in tegen je eerste intuïtie. Geef me... Nee, niet die. Kom op. Amusement, rot op. Hoe heet de hoofdrolspeler van de Disney Channel serie Lizzie McGuire? Nou, Bob, denk ik. Selena Gomez, Miley Cyrus, Hilary Duff of Demi Lovato. Dat is heet ze niet gewoon Lizzie McGuire, jongens? Ja, wat is dit? Eigenlijk wel, maar dat zou op zich wel een hele domme vraag zijn dan. Geef mij een kroon, please. Nou, van amusement zijn we daar maar vanaf. Hoppakee. Hoe heten de kinderen van Homer en Marge Simpson? Oh, dat weet je wel. Bart, Lisa en Maggie. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Ik ga even allemaal goed doorgelezen, want er zal ergens een lettertje verkeerd staan. Oh, ja, ja, ja. Bart, Lizzie en Margriet. Zoiets, ja. Geef mij een nuttige vraag. Ook kunst. Oké, dat kan ik. En welke vragen zijn eigenlijk nuttig dan? Hoe heet het ding waar je een schilderij op zet? Een ezel. Een ezeltje. Dat zijn dit zijn vragen die ik snap. Dat zijn mijn logische vragen. Ja, dat zijn gewoon Spindies. Niet zo moeilijke vragen. Nee, maar dat zijn de fijnste. Ja, vragen. Dat zijn wel de fijnste, ja. Rood, wit, blauw. Ja, weer amusement. Ga weg met je power-up. In welk sprookje kwamen de 7 dwergen in voor? Wat een goede spelling. Jemig. De 7 dwergen Jemig. Door een roosje. Ja, ik protesteer tegen lasse vragen, game. Ik wil ook dit. Sneeuwwitje. Kom op. En de 7 dwergen. En de 7 dwergen. Ja, die waren er ook bij. In Sneeuwwitje normaal. Zonder 7 dwergen komen de 7 dwergen niet voor. Natuurlijk. Oh, Sneeuwwitje. Historie. Gedurende welke jaren werden de eerste kruistochten bevochten? Oei. Oeh, dit is moeilijk. Ligt ze dicht op elkaar, de tijden? Nee, hij valt heel erg uit elkaar. Mm, ik denk 1096 tot 1099. Hey, got it. Nou, knap, knap. Dank u, dank u. Ja, goed gedaan. Dan krijg ik nu weer een dingetje, denk goed ik. Goed gekend. Ja, kroontje, komt u maar. Fan van de kruistochten of alleen een kruistocht in spijkerbroek? Ik vond het echt tof, de kruistochten. Ik wilde erbij zijn, maar... Ja, Deus voelt. Uit welk land komt de band Shepherd? Canada, Australië, Amerika of Noorwegen? Nou, dit weet je, Lars. Het luister je iedere dag. Ja, ik denk Noorwegen. Die valt zo af. Australië. Klinkt als boze geitenmuziek. Ja, eigenlijk wel. Maar Australië komt er blijkbaar vandaan. Oh. Zo wil ik toch helemaal niet komen, G. Zullen we er even naar lekker naar luisteren? Even een goede pot Shepherd luisteren. Doe dat. Zet het eens eventjes op. Ah, ik ga ervan uit dat het hele rare country is, dus. Klinkt goed. Doe maar even zo'n kroontje voor de verandering. Yes! Het werkt. Ik krijg een kroontje.
Doe maar in kunst. Nog een keer. Of dit is geschiedenis. Waar dacht Columbus dat hij kwam toen hij in Amerika aankwam? Natuurlijk België. In India. En daarom noemde hij ze... Toch? Dat was India. Indianen. Ja. Dat was India. Ja, daarom de Indianen. Wel grappig dat we ze nog steeds zo noemen ook gewoon. Ja, we zijn gewoon die fout gewoon blijven volhouden. Nee, we geloof zijn het niet. We staan nog steeds Indianen in Amerika. Ze worden heel slecht behandeld, maar ze bestaan. Ze zijn altijd dronken, toch? Indianen tegenwoordig. Hm? Ze zijn altijd dronken en wel het alcoholprobleem. Dan worden ze niet slecht behandeld, vind ik. Nee, ja, ik heb meteen weer een kroontje gerold. Gooi maar een geografie, kom maar op. Of, nee, toch maar sport. Wanneer werd FC Barcelona opgericht? Oeh, ik heb wel eens zo'n shirtje gehad toen ik nog klein was. Het is sowieso iets met 1800. Ik denk 1889. Nee, 1899. Dat was wel mijn twijfel. Shit, man. Dat is de terug. Als ik die had, had ik nog maar één poppetje nodig. Was het zo 2-0 geworden. Had jij nou twee kroontjes achter elkaar? Nee, ik, ja, twee keer achter elkaar op het bord had ik een kroontje gerold, ja. Ah. Wonderen zijn de wereld nog niet uit. Wat is de bijnaam van de nationale elftal van Zuid-Afrika? Banana, banana, cabana, cabana, bafana, bafana of flamingo, flamingo? That's racist, man. Je kan ze niet banana, banana noemen. Cabana, cabana. Bafana, bafana, wat is dat nou even een naam? Je kan ze niet banana, banana noemen. Dat kan gewoon niet. Heb je al een antwoord gekozen? Ja, verkeerde antwoord natuurlijk. Waarom vraagt hij of dat ik wil kopen? Ik noem ze sowieso banana banana, dat, voor de duidelijkheid. Of ze nou zo heten of niet, dat is gewoon hoe ik ze graag noem. Uit racisme, Rick. Oh ja, smerig racist ben je. Ja. Zuiver institutioneel racisme. Ik heb nou een keer een random tegenstander. Waar speelt voetbalclub Sparta Rotterdam haar thuiswedstrijden? Op het kasteel, op Woudestein, in de Kuip, op 16 Hoven. Dit weet jij natuurlijk wel, maar... Gelukkig wel. Ja, het kasteel, blijkbaar. Alles goed? Nee, ik had fout. Hey, ik twijfelde tussen alle antwoorden tegelijk en dat is niet handig. Ik vind het echt heel vervelend voor je. Ja, nee, inderdaad, snap ik. Sport, komt u maar. Wie heeft het winnende doelpunt gemaakt in de WK-finale van 2014? Müller, Götze, Messi of Aldir? Wie is er überhaupt kampioen geworden? Denk Müller. Götze! Oh, was niet Müller? Nee, ik wil het WK eigenlijk zo snel mogelijk vergeten. Mijn gok zou eigenlijk ook uitgegaan zijn naar Müller. Het klinkt zo Duits. Waarom kijk ik een keer heb wel, ik heb die wedstrijd Duitsland-Brazilië heb ik gekeken in een kroeg met allemaal Duitsers. Ah, die 7-0 wedstrijd. Dat was best wel Ze waren zo blij. Dat was alleen maar overal bier en juichen. Dat was zo schitterend. Dat was oprecht de leukste voetbalwedstrijd die ik gezien heb. Hoe Brazilië afgeslacht werd door Duitsland met allemaal Duitsers omheen. Dat is de grootste beer op aarde. De pandabeer, de zwarte beer, de grizzlybeer of de ijsbeer? Voor mij de grizzlybeer. Toch de ijsbeer. Pijnlijk. Hé, arme ijsbeer. Meteen, gewoon, hé Rick, je bent aan beurt. Pat! Dat ligt er wel een beetje aan hoe oud die beer is. Nou, over het algemeen, gok ik. Een volwassen grizzlybeer is groter dan een kleine, jonge panda. Ja. Geografie, klantie. Wat is de hoofdstad van Zweden? Oslo, Dublin, Reykjavik of Stockholm? Ja. Ik ben last van Zweden. Dat is de knekkebreut. Knekkebreut met dan de speerste druppen. Geef me eens een keer een fucking kroon. Dank u. Nein. Wat gebeurt? Sport graag. Speel. Oké. Okay. Hoeveel spelers per team heb je met veldhockey volgens de officiële regels? Fuck, 11 natuurlijk. Heb je het goed? 11. Ik heb zelf 15 jaar gehockeyd. Zou wel heel erg zijn als het team niet meer is. Oh shit, hij weet het gewoon. Natuurlijk. Kak. Geef me nog een kroon. Oh, zo close. Geografie. Okay. Van welk land was Atatürk afkomstig? Duitsland, Groot-Brittannië, Turkije of de Verenigde Staten? Turkije. Toch wel? Ja, toch is het wel. Zo simpel? Is het zo simpel? Atatürkije hebben ze er toen van gemaakt. Wauw. Weet ik veel. Geschiedenis, komt u maar. Bij welke plaats werd Napoleon voor het eerst in 1813 verslagen? Salzburg, Waterloo, Elba of Leipzig? Een makkelijke vraag. Leipzig. Nou, was het Leipzig? Dat was Leipzig. Oh, dat was niet Waterloo. Nee, ik dacht dat hij blijkbaar de voorhalen al gewonnen had. Ah, oké. Okay. Dat hij toen eindelijk iemand tegen het lijf liep. Leipzig. Wat heeft hij daar nou weer te zoeken, die gozer? Waterloo, Waterloo, Waterloo. Dat dacht ik, als je Napoleon zegt, zeg je Waterloo. Ja, toch? Ja. Waterloo. Rek, stel je vraag, jongen. Oh, ben ik aan beurt? Ja, man. Oh, je had ook Waterloo gedaan. Ja, ik heb ook Waterloo eigenlijk. Ik denk, jij kijkt 10 Napoleon documentaires per dag.
Ja, nou, helaas niet. Napoleon, dan weet je dit soort dingen. Valt niet echt binnen mijn interessegebied, Napoleon. We lopen wel lekker gelijk op. 4-4 kroontjes momenteel. Spannend. Kunst. Welk Nederlandse architect staat bekend om het ontwerp van stoelen? Leen Bakker? Gerard Houtsma, Marcel Breuer of Gerrit Rietveld? Ik ga dan toch echt voor Leen Bakker. Is het zo? Nee, het is Gerrit Rietveld. Die naam zei me al vaag iets, maar... Het zou best grappig zijn als een hele winkelketen vernoemen naar een stoelenmaker, maar... Leen Bakker, wel mooie goedkope stoelen. Waarom heet het anders Leen Bakker? Het klinkt als een naam. Omdat hij verkoopt geen brood. Nee, dat is zeker waar. History. Waar verdween Flight 19? De Bermuda-driehoek, de Marianentrog, Area 51 of Flight 19 is nooit verdwenen? Sowieso de Bermuda-driehoek. Ja. Ja? Nooit van gehoord, ik zou niet weten wie het is. Nee, ik heb wel eens gehoord dat inderdaad een vliegtuig verdwenen is daar, en wat schepen. Ja, maar er verdwijnen wel meer vliegtuigen. In Area 51 verdwijnen geen vliegtuigen. Zullen we naar de Bermuda-driehoek toe? Krantje, yay! Het zou leuker zijn als ze de Twin Towers tussen de antwoorden aan staan. Oh, flauw. Het is wel een vliegtuig verdwenen. Wetenschap graag. Komt-ie maar. In welk deel van de hersenen zit onze persoonlijkheid? Hersenstam, perichale kwab, frontale kwab of temporele kwab? Ik denk frontale kwab. Yay! Damn. Dank u. Ja, ik heb van brain trainer geleerd voor de DS. Alles gebeurt bij prefrontale cortex. Dat is altijd alles. Brain trainer, dat is zo geweldig. Ja man, leuk spel. Hoe heet het proces waarbij metalen oppervlakte roesten? Sulfidatie, oxidatie, hydrologische of saturatie? Saturatie. Dat is oxidatie, toch? Ah. Ik mag niks zeggen van mijn baas. Nee, dat mocht niet. Dat had ik begrepen. Kom op, nog drie vaker. Het is wel oxidatie, maar het rare is, dus bij een oxidatie wordt het metaal gereduceerd. Wat? Hè? Echt verwarrend. Welke van de volgende presidenten werd niet beschoten? Garfield, Eisenhower, Kennedy of Reagan? Nou? Eisenhower. Nou, een leuke man is dat gewoon, toch? Ja, maar die was in de Tweede Wereldoorlog. Toen is hij vast wel een keer beschoten. Vast wel een keer per ongeluk of zo. Ja, ooit eens een keertje. Zo van, Eswa, je bent de Duitser. Oh nee, je bent Eisenhower. Hoe ver zit je trouwens al bij je laatste kroontje? Waar ligt het dorp Ellekom? Gelderland, Zeeland, Friesland of Groningen? Het klinkt echt Gronings. Gelderland. Nou moet je toeslaan, Rick. Ik moet, denk ik, of gewoon een kroontje pakken, of ik moet je uitdagen en dan een kroontje van je stelen. Als je dat maar laat. Ah ja, ik wil wel de winst pakken en we lopen zo gelijk op. Het wordt een beetje risky bij je momenteel. Stiekem gewoon heel veel hulplijnen gebruiken. Ik moet sowieso eerst even bij het moment dat ik een kroontje mag krijgen komen. Even deze geografievraag goed doen. Waar is de Eerste Kamer gevestigd? Als het goed is nog steeds in Den Haag, gewoon net zoals de Tweede Kamer. Ja. Dan stel ik in mijn fiets en dan ben je... Oké, ik ben er zelfs geweest, joh. Ik ben een keer bij de Tweede Kamer geweest. Een school, cultureel. Yeah, buddy. Leuk. Wetenschap. Oh, yeah. Komt-ie. Uit welke scheikundige elementen bestaat keukenzout? Dat is een natrium en een chloor. Tenminste, dat hoop ik wel voor je keukenzout. Er zit ook een beetje jodium in als je die van Axo hebt. Axo, ja, good motherfuckers. Ja, inderdaad. Heb je al dat jodiumzout van Axo? Wat het koopste potje wat ik kan vinden. Nou, dat is wel goedkoop shit, ja. Axo sponsort mijn lapjas, G. Welke van de volgende periodes uit de klassieke muziek is het meest recent? Renaissance, barok, romantiek of minimalisme? Ah, een beetje romantiek. Past minimalisme bij klassiek? Ik vind klassiek niet echt minimaal. Maar het is wel goed. Ik weet dat minimalisme wel het meest recent is, maar wat meer de vraag, telt het nog als klassiek? Oké, ik mag nu kiezen tussen een kroon of uitdagen. Maar de uitdaging... De kroon is in ieder geval sowieso een winst. En de uitdaging is natuurlijk nog een gok. Ja, maar je moet er nog twee, hè? Nee, ja, nou nog één. Als ik de kroon heb, dan maar één. Nou, het ding is volgens mij dat als ik de uitdaging win, dan steel ik jouw karakter. Dus als jij een karakter hebt die ik nog moet, zoals sport, dan kan ik die van je stelen. Ben ik hem kwijt, dan heb jij hem. Ik wil graag Lars' sport stelen. En dan voor mijn wetenschap, want die win ik toch weer terug. Ah... Oei. Jezus. Ja? Oké dan. Helemaal prima. Ik ben al aan het wachten en aan het... Ja, het probleem is een beetje... Ik denk dat we zomaar evenveel goed gaan hebben. En dan krijg jij een beslissende vraag. En als je die goed hebt, dan ben je geen poppetje kwijt. Als je een fout hebt, wel. Krijg je dan niet eentje van jou? Ik wil er dan eentje van jou hebben. Er moet iets voor jou op het spel staan, dude. Ja, misschien ga ik wel verliezen, hoor. Ik vind het allemaal best wel pittig momenteel.
Maar ik ben nu aan het wachten op bevestiging en het is jouw zet. Dus ik weet niet waar ik Nee, dat komt allemaal goed. Oké. Misschien... Zeg vooral de vragen niet, want ik heb Google ik heb er 4 van de 6 goed, maar er zitten echt een paar hele makkelijke tussen. Dus het wordt echt heel spannend. Oké, daar gaan we. Jouw zet. Je mag meteen het antwoord zeggen of je het goed of niet hebt, want ik heb ze toch al gemaakt. Wanneer werden Sint Maarten en Curaçao afzonderlijke landen? 2010. Goed. Godverdomme, ik dacht echt, huh? Nieuws, kranten. Waar vind je een bedevaartsplaats in Lourdes? Yes, dat is 2. Ik ga helemaal kapot. Wat is de naam van Vincent van Gogh, zijn eerste belangrijke schilderij gemaakt in 1885? De boeren laat zien die groenten eten. De aardappeleters. Godverdomme. Is aardappelen groenten? Dat zijn er 3. Wat is het nationale voetbalstadion van de Belgische nationale ploeg? Koning Boudewijnstadion. Nou, oké. Yay, 4. Je kan net zo goed stoppen met de moeite doen. Wie houdt er van zomer, maar kan er niet tegen? Olaf. Waarom heb ik Lars uitgedaagd? Hey, dat is leuk, man. Chlorafitas zijn een soort... Bonuspunt als je deze goed hebt. Ik had hem goed. Algen. Het zijn inderdaad algen. Hey. De chlorofiet geeft al redelijk weer dat er iets van bladgroenkorrels of whatever in zitten. Je kunt je karakter sport behouden. Nou, gefeliciteerd. Maar ik wil er eentje voor jou jatten. Nee, ik ben nu wetenschap kwijt. Ja, oh, die wordt zeer gewaardeerd. Oh, ik heb bijna de troon. Hey, ben je nog eens aan beurt als ik verloren heb. Welk merk van sigaretten is ook een provincie in Engeland? Camel, Kent, Marlboro of Next? Waar is dat Kent? Kent is echt... Sowieso, je moet niet roken, maar als je dan rookt, rook geen Kent. Het zijn echt hele gore sigaretten. Ja, ik rook niet, dus ik zou het niet weten. Ik rook niet meer, behalve als iemand me een gratis sigaret aanbiedt. Maar als je me een Kent sigaret geeft, ik breek je fucking nek. Dus wat was de naam van de eerste vrouw van Napoleon? Chickie. Carolina. Natte hossel. Josefina, uiteraard. Tuurlijk. Ja, hij had veel scharrels, die gozer. Dus, ja? Had je het goed? Weet ik veel. Ik had hem fout. Oh, ja. Het probleem is dus nu dat ik nog maar 3 poppetjes heb momenteel. Oh, door mijn grote pak ik mijn 5e poppetje of daag ik Lars uit moment. Is een beetje geuit in dat ik nu echt geen poppetjes meer heb. We hebben er al 3. Die kan ik ook winnen. Ja, maar je moet er nog 1. Ja, maar dat... Ja. Ah, nou, gelukkig meteen eventjes begonnen met de kroontje. Laten we meteen die wetenschap even terugpakken. Welke vogel komt het meest voor op aarde? Jezus. Extra kraai, kip of duif? Dat is kip, want we hebben meer kippen dan mensen. Want we houden superveel kip om zelf op te eten. Dus het is sowieso kip. Kijk. Je zou misschien zeggen kraai of zo, maar omdat we ze eten is het de kip. Dat is ook de reden waarom er zoveel koeien zijn en zo weinig leeuwen. We eten koeien. Geen leeuwen. Ja, anders waren er heel veel leeuwen op aarde. Zo werkt het nou helemaal. Zou dat lekker zijn? Leeuw? Gebakken leeuw? Wat was de naam van de moordenaar van Abraham Lincoln? Ik denk dat het wel lekker is. Voor mij is dat John Wilkins Booth ding. Ik weet zelfs gewoon dat hij Wilkins heet. Dat is hier iets met een W. Gewoon W-punt. John Wilkes Booth. John Wilkes Booth, inderdaad. Booth, okay, ja. Ik moet nu gewoon... Booth. Gewoon Booth, man. Hij was gewoon Booth. Welke Spaanse schilder staat bekend om het schilderen van lange gezichten? Oei. Rubens klinkt niet erg Spaans. Maar... Ja, misschien is hij naar Spaans of Spanje verhuisd, weet jij veel. Ik twijfel tussen Rubens en El Greco, maar het was El Greco. El Greco! Nou Lars, ik denk dat je gaat winnen. Nou gaan we dat doen, jongens, kom op. Nee, nee, daag me uit! Absoluut, geef mij fucking kroon. Nou, niet weer kunst, erop. Als je een man bent, daag je me uit, Lars. Wie is de schrijver van de sci-fi trilogy The Hunger Games? Oeh. Is dat niet Roth? Collins, fuck deze shit. Echt. Dat wist ik. Heb nog nooit de Hunger Games gezien. Ja, nou de eerste 2 films zijn de moeite waard. Daarna wordt het gewoon niet leuk meer. Het is gewoon ruk, net zoals Serpent Games. Ik vind de eerste 2 films vind ik oprecht heel goed. Maar daarna, het ding is, de 3e en de 4e film bevatten geen Hunger Games. En dat... ik weet niks over films. Ik weet niet dat ik een film Waarom kijk je nooit films, Lars? Ja, ik heb geen geduld voor. Nee, dat snap ik wel. Dat duurt wel lang. Wil ik andere dingen kijk, liever gewoon de samenvattende trailer op YouTube. Is goed genoeg. Juist, inderdaad. Dan weten we ook alles. Nee. Hoeveel is ei als 3 keer ei is 27? Dat bedoelen ze hier. Dan is ei 9 als het goed is. Thanks, wiskunde. Kijk, daar kunnen we wat mee. Hogere wiskunde, zeg dat gerust. Ja, ingewikkeld dit, ja. Ik kan nog winnen. De kansen zijn heel klein, maar het bestaat. Als ik deze goed heb, heb ik alweer mijn 5e kroontje. Hoeveel parlementsleden zitten er in de Tweede Kamer? Boom, 150. Boom. En Geert Wilders heeft er 100 zo meteen. Ah. Oké, ik ga voor geografie. Dan gaat het echt gebeuren. Wat is de hoofdstad van Gran Canaria? Brussel. Ik ken alleen Las Palmas, dat zegt mij iets. Ja, dat is het ook, dat is fijn. Oké, kom op Rick, draai nu gewoon dat kroontje en pak hem.
Nee. Dit is de gewoon ineens, dat laat het niet aan zien komen. Vernietig en verneder hem tegelijkertijd. Nee, niet leuk. Welke leeftijd begon Mozart piano te spelen? Voor mij was het 4 jaar oud. Boom. Toevallig laatst in een video voorbij zien komen weer, het leven van Mozart. Want hij ligt begraven in... Hij ligt begraven in Wenen, als het goed is. En daar was ik, en toen wilde ik nog naar zijn graf toe. Van me lachen. Wat is Frodo's achternaam? Ik dacht dat dat Baggins was, maar in het Nederlands wordt dat dan waarschijnlijk Ballings. Oké. Oké, Rick. Nog één vraag en dan kun je je laatste kroontje pakken. Nee. Daag me uit. Slim plan. Werkt het ook zo goed. Geografie. Oké. Wat is de naam gegeven aan het zuidpunt van Afrika? Nigeria Haven, Kaap de Goede Hoop, Congo Gateway of Somalia Gateway. Dat is Kaap de Goede Hoop. Nah. En dan nu, voor mijn laatste kroontje. Oké. Wat is het record van Tom Brady in de Super Bowl? Oh nee. Dit wordt echt gewoon een gok. 1 gewonnen, 2 verloren. Dat is niet echt een record. 3 gewonnen, 3 verloren. 4 gewonnen, 2 verloren. De beste dan maar. Dat is goed! Nee. Ik win! Ongeslagen! Nee! Verschrikkelijk dit. Dit is een vals spel. Jij had Google erbij. Sowieso. Sowieso. Je verloor. Ah, het voelt zo goed. Goeie vibes. Stom. Straks weet heel het internet hiervan, Lars. Het is een schandaal. Nou, ik wil niet meer. Ik daag je nog een keer uit als ik aan het poepen ben. Goed plan. Daar komt de concentratie al boven drijven. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. We konden van de 3 doen, maar ja, ik heb al 2 keer gewonnen. Ja, we zijn ik al niks meer. Een uur bezig. Meer. Het is wel goed meer. Ik ga mezelf maar in slaap houden, denk Check ik. Check ook zeker zo. Even Lars' kanaal en zijn kanaal Vaco Nova, waar hij juist een heleboel leuke trivia-feitjes gooit. Dus als je houdt van willekeurige feitjes... Met Google erbij, hè. Dus. Met Google, ja. Het is allemaal gegoogeld en gewoon trivia-crack en dan de goede antwoorden opschrijven. Dankjewel voor het kijken. Laat even achter wie ik de volgende keer uit moet dagen. En dan zie ik jullie binnenkort weer. Doei!